Diverse scholen hebben vandaag besloten na een Facebook-dreigement hun deuren dicht te houden. In de berichtgeving is aangegeven dat studenten en docenten op de universiteit en andere instellingen gedood zullen worden als de twee terreurverdachten niet worden vrijgelaten. Lucien Rotsburg van het directeurenberaad zegt deze Facebook-affaire een onsmakelijke grap te vinden, maar zegt tegelijkertijd heel serieus naar deze situatie te kijken. We hebben via de app hebben we met elkaar overlegd en de beslissing is genomen. Sommige scholen hebben vergaderd en hebben gezegd nee, we sluiten de deuren. Maar wij zitten in de situatie waar we nu met de toetsrondes bezig zijn. En het zou toch wel een beetje voor de studenten een beetje nadelig overkomen als we de toetsen zouden uitstellen. Aan de andere kant, studenten zaten in paniek. Om te weten, we werden plat gebeld door ouders en door studenten van is er wel school of niet. En wij hebben dus toen gezegd van nee, we laten de toetsen gewoon doorgaan. En aan de hand van de situatie, we bekijken de situatie en dan zouden we dus een beslissing nemen of we wel of niet vervolg zouden geven aan de schooldag. Rotsburg zegt begrepen te hebben dat enkele scholen besloten hebben de deuren toch dicht te houden. Het lid zegt verder uit te kijken naar de instructies vanuit het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Het was de bedoeling dat we gedurende de dag contact zouden maken met de inspectie en met BVO. Jammer genoeg hebben we geen van die twee afdelingen vandaag te pakken kunnen krijgen. Om geïnformeerd te worden over de verder te nemen stappen. Lucien Rotsburg, lid van het directeurenberaad. Hij sprak de nieuwsdienst vanmorgen over de ontstane situatie op de verschillende scholen.